De Nintendo Switch bestaat vandaag alweer 6 jaar. Dus het is de hoogste tijd om mijn favoriete 10 games van jaar 6 van de Nintendo Switch weer op een rijtje te zetten. Een duimpje omhoog, abonneer als je van Nintendo houdt. Let's go! Nummer 10. Mario Strikers Battle League. Alle games in deze lijst moeten uitgekomen zijn tussen 4 maart 2022 en 3 maart 2023. Mario Strikers Battle League kwam uit op 10 juni 2022 en dit hebben we natuurlijk groots gevierd. Tijdens een exclusieve Rikachu meeting heb ik 100 kijkers ontmoet en dit was tegelijkertijd het lanceringsfeest van Mario Strikers Battle League voetbal. Toen ik hoorde dat Nintendo deze game aan het maken was, was ik gelijk gigantisch hyped, want ik ben een enorme fan van de Mario Strikers franchise. Ik hou nou eenmaal van Mario en heel erg van voetbal. Dus ja, 1 en 1 is 2. Ik heb me de eerste uren heel erg vermaakt met deze game. Het pasen werkt goed, het schieten is lekker en als je upgrades geeft aan een bepaalde character, dan merk je ook echt dat het helpt. Zo kan je van Toad een gigantisch snelle Toad maken en kan je Bowser of Donkey Kong je ultiem sterke verdediger maken. Ik speelde dus bijvoorbeeld heel graag met Bowser achterin, minimaal 1 snelle flank met bijvoorbeeld Toad en dan wilde ik 1 of 2 characters met een hele hoge techniek, want die konden perfect schieten en daar kon je dan makkelijker mee scoren. Ik ben fan, de gameplay was in orde, maar waarom staat deze game dan toch maar op nummer 10? Nou, als je de game eenmaal onder de knie had en alle cups had gewonnen, bleef er eigenlijk heel weinig over. Er was geen story mode in de game, dat ontbrak echt en dat was heel erg jammer. Mario Tennis heeft bijvoorbeeld wel een hele leuke story mode en online was de game onwijs moeilijk. Er zijn een aantal spelers die dit spel heel fanatiek spelen en heel erg goed online zijn, waardoor de meeste mensen die deze game hadden aangeschaft de game gewoon veel te moeilijk vonden online. Ik snap dat. Ik had zelf ook moeite om op potjes te winnen. Het was bij mij echt een beetje 50-50. Dus voor nieuwkomers in de Mario Strikers franchise was dit eigenlijk een vrij kale game. Geen story mode en te moeilijk en daardoor haakten heel veel mensen af. En helaas moet ik ook zeggen dat ik hem een beetje te weinig heb gespeeld, naar mijn eigen zin. Nummer 9. Nintendo Switch Sports. Ja, we blijven nog even sporten. Nintendo Switch Sports is natuurlijk de opvolger van het hele populaire Wii Sports. De game trapte af met maar liefst 6 sports, waaronder dus ook voetbal. En dat werkte best wel goed. Ik vond het best wel lastig het voetballen. Het was moeilijk om te scoren. Er zat een hele prima moeilijkheidsgraad in en bovendien was het best wel leuk om te doen. Dan had je het nieuwe volleybal. En dit vond ik eigenlijk misschien wel de leukste. Bij volleybal had ik heel erg het gevoel dat ik zelf de controle had. Een goede opslag was het halve werk en een goede voorzet kon je prima afsmashen en de juiste hoek kiezen waar de tegenstanders niet stonden. Superleuk. En dan had je natuurlijk ook bowling. En bowling is de favoriet van heel veel mensen. In de Rikachu Discord server zijn ook wat avondjes georganiseerd waarin de community lekker tegen elkaar ging bowlen en de ene na de andere strike werd gegooid. Ja, en over tennis hoeven we niet heel veel te zeggen. Dit is gewoon classic. Lekker mappen tegen elkaar. Superleuk. Badminton was ook nieuw. En dat doe ik ook in het echte leven. Badminton. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik badminton best wel moeilijk vond. Ik vind het heel moeilijk om een shuttle daar neer te leggen waar ik dat wilde. In het echt gaat me dat beter af, maar ik vond badminton ook wel leuk. En dan had je nog Chambara. Een soort van zwaardgevecht waarbij je elkaar van de ring moet mappen en de ander dan in het water moet laten vallen. Lachen, gieren, brullen. Is Switch Sports echt geworden wat men ervan verwacht? Ik denk het wel, want dit is volgens mij precies wat je van Switch Sports moet verwachten. Laat trouwens aan het einde van de video even weten in de reacties of je het hiermee eens bent met deze lijst of dat jij het anders zou doen. Ik ben heel benieuwd naar welke games jullie dit jaar het vetst vonden. Nummer 8. Xenoblade Chronicles 3. Ik moet je eerlijk zeggen, aan Xenoblade Chronicles 3 moet ik zelf nog beginnen. Ik ben ergens halverwege Xenoblade Chronicles 2 afgehaakt, omdat deze games gewoon onwijs veel tijd kosten. En die tijd die heb ik zelf niet altijd. Maar qua RPG-avonturen is dit misschien wel het beste wat de Nintendo Switch jou te bieden heeft. Over het algemeen zet ik alleen maar exclusieve Nintendo games in deze lijst. Maar later zal je merken dat er ook één niet-exclusieve game in de lijst staat. Xenoblade Chronicles 3 is wel exclusief voor de Nintendo Switch. De charme van Xenoblade Chronicles
chaos is om de wereld te verkennen. Overal gebeurt wel wat en in deze game staan volgens mij ook heel veel machines overal. Gigantische machines. En maar echt gigantische machines. Maar de werelden zijn prachtig vormgegeven. De dieren en de monsters die erin lopen zijn heel cool. En de characters zijn ook fijn. Het combat systeem is best wel moeilijk en daar moet je echt even induiken. Daarom denk ik dat Xenoblade Chronicles 3 vooral voor de wat oudere Nintendo gamer echt een hele vette game is. Belangrijk is dat je let op de rolverdeling in je team, want elk lid vervult een unieke rol. Zo heb je aanvallers die natuurlijk schade toebrengen, verdedigers die de aandacht trekken van de vijand en healers zijn natuurlijk ook onwijs belangrijk. Ja, misschien dat ik deze tijdens de zomervakantie echt even een goede kans ga geven. Nummer 7. Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Ja, deze Kirby game kan op de valreep nog net in deze lijst. Kirby's Return to Dreamland Deluxe is een remake, maar niet zomaar een remake, want er zit genoeg nieuwe content in. Dit is eigenlijk hoe je een remake moet maken. Hij kost wel €60, voor €40 zou dit echt een no-brainer zijn. Maar gelukkig is deze een stuk leuker dan Kirby Star Allies, want die was wel echt heel erg makkelijk. Ik ben nog maar net begonnen met deze Kirby, maar ik heb het nu al onwijs naar mijn zin. En ik kijk er heel erg uit om ook met Magolore te spelen. Want nadat je het verhaal hebt uitgespeeld, zal je de Magolore epiloog ontgrendelen. En hier zit wat RPG-achtige elementjes in. Super cool. Zo kan Magolore in het begin eigenlijk nog niks en kan jij zelf kiezen wat je gaat upgraden met Magolore om jouw playthrough wat makkelijker te maken. Bovendien zitten er heel veel minigames in, dus ja, dit is wel echt een complete remake. Dit is hoe je dat moet doen. En in tegenstelling tot Xenoblade Chronicles 3 is deze natuurlijk voor alle leeftijden. Nummer 6. Splatoon 3. Oef, ik heb echt te weinig Splatoon gespeeld. Natuurlijk heb ik de story mode heel veel gespeeld. Die heb ik namelijk uitgespeeld op mijn YouTube kanaal. En die was best wel leuk. Dat was echt wel weer fun. Ongeveer 10 uur lang konden we lekker schieten, lekker kliederen en allerlei gekke bazen verslaan. En ik heb me echt vermaakt tijdens de singleplayer. Maar in Splatoon draait het natuurlijk om de multiplayer. Turf War is natuurlijk de bekendste multiplayer modus en die spelen de meeste mensen. Maar Splatoon heeft zoveel meer te bieden. Het ontgrendelen van de juiste kleding is onwijs belangrijk. Het kiezen van het juiste wapen wat het best bij jou en je team past, is misschien nog wel belangrijker. En zodra je 3 teammates vindt met wie je daadwerkelijk kan overleggen, wordt Splatoon 3 echt een stuk leuker. Zelf speel ik niet heel veel multiplayer games, maar mocht je zin hebben in een potje Splatoon 3, join dan sowieso de Discord server, want Splatoon 3 wordt bij mijn community nog steeds heel veel gespeeld. Misschien dat ik zelf ook een keer een potje join. Nummer 5. Octopath Traveler 2. I want to change that. I want Ku to be a home for all, regardless of birth. A place where we look out for each other. In order to realize that, I would suffer any loss. Octopath Traveler 2 is de enige multiplatform game die in dit lijstje staat. Normaal gesproken wil ik zoveel mogelijk Nintendo exclusive games hierin zetten. En dat was deel 1 natuurlijk ook. Deel 2 is dat niet meer. Die komt bijvoorbeeld ook op de PlayStation 5. Ik ben helemaal niet zo'n hele grote RPG fan. Maar van de stijl van Octopath Traveler 2 smelt ik echt. Ook deel 2 vertelt weer het verhaal van 8 verschillende karakters. En deze karakters hebben allemaal hun eigen supermooie verhaal. Dat was in deel 1 ook zo. En in deel 2 krijg je eigenlijk gewoon meer van Octopath Traveler 1. En in het geval van Octopath maakt dat echt niet uit. Want ik wil gewoon meer van hetzelfde. Het stijltje is echt uniek. Doordat de voorgrond en de achtergrond wazig zijn, lijkt het net alsof de characters in een of andere hele grote wereld zijn. Ze fungeren als een soort van mini-poppetjes in een grote wereld. En het is een bepaalde pixelstijl, maar toch ook weer niet. En deze combinatie voelt voor mij onwijs magisch aan qua artstijl. Ook Octopath Traveler 2 heb ik nog niet uitgespeeld. De game is pas net uit, maar ik weet nu al dat deze op een goede plek staat in deze top 10. Nummer 4. Kirby and the Forgotten Land. Join Kirby on an unforgettable 3D platforming adventure.
Ja, deze Kirby game is misschien wel de verrassing van dit jaar. Een 3D Kirby in plaats van een 2D Kirby. Toen ik de allereerste trailer zag, deed me dit oprecht denken aan Super Mario Odyssey. Maar dan met Kirby. Misschien zijn er wel nog meer vrolijke kleurtjes en ziet het er allemaal nog vriendelijker uit. Maar ja, deze 3D Kirby game is gewoon fantastisch. De levels zijn leuk, er is genoeg te verzamelen en vooral de boss battles vind ik heel cool. En voor het eerst was een Kirby game niet per se makkelijk. De gevechten met de bazen waren namelijk soms best uitdagend en vooral richting de laatste baas werd het echt nog wel moeilijk. Terwijl je speelt merk je gewoon welke krachten van jou je favoriete krachten worden. Zo heb ik bijvoorbeeld de vuurspuwende Charizard kracht heel veel gebruikt. En ik kan gewoon niet ontkennen dat ik best wel regelmatig dood ben gegaan. Dat kan je ook zien in de playthrough die ik op YouTube heb gedaan. Deze game hebben we helemaal uitgespeeld op dit kanaal. Ik vond het fantastisch en jullie ook, want jullie hebben massaal naar Kirby and the Forgotten Land gekeken. Heb je dat nog niet gedaan? Zoek de serie dan zeker even op mijn kanaal. Nummer 3. Pokémon Scarlet en Violet. Where will you go? What will you achieve? It's up to you. This is your adventure. Ja, er valt van alles en nog wat te zeggen over Pokémon en Scarlet. Dat gaan we dan ook doen. Maar hij staat dus wel in de top 3. Laten we met het negatieve beginnen. De game heeft heel veel kritiek gekregen omdat hij kapot zou zijn. Nou vind ik dat kapot wel meevallen. Ja, bij mij is de game ook één keer vastgelopen en kijk ik soms door de grond heen. Je kan ook door muren heen kijken, zodat je daar kan kijken of er bijvoorbeeld een shiny Pokémon zit. En ik moet eerlijk toegeven dat de game natuurlijk er niet zo mooi uitziet. Ik vraag me ook nog steeds af waarom Game Freak niet gewoon iets meer samenwerkt met Nintendo. Als je ziet hoe mooi Mario Odyssey er bijvoorbeeld uitziet. En die game moet ook af en toe best wel grote gebieden inladen. Denk bijvoorbeeld aan het land wat eruit ziet als Mexico met de omgekeerde piramide. We kunnen dus wel stellen dat Pokémon Scarlet en Violet absoluut niet de mooiste games voor de Nintendo Switch zijn. En dat is best schandalig eigenlijk. Ik bedoel, de Nintendo Switch loopt nu een beetje tegen het einde aan. En zo langzamerhand mag je ook van Game Freak wel verwachten dat ze iets meer hun best doen om de game mooi te maken. Tot zover het negatieve. Want hij staat wel gewoon netjes op nummer 3. En dat komt omdat ik inmiddels toch alweer 3 playthroughs verder ben. Ik heb de game zelf uitgespeeld. Ik heb hem op mijn YouTube kanaal uitgespeeld. En ook op mijn YouTube kanaal ben ik nu bezig met een Shiny Only Challenge. Het is en blijft Pokémon. En ik moet zeggen dat ik de nieuwe designs van de nieuwe Pokémon over het algemeen ook best wel tof vind. Van sommige iets minder. Quackquaffle, ik kijk naar jou. Maar er zijn zoveel bazen Pokémon in deze nieuwe game. Het Shiny Hunten werkt goed. Het was eindelijk een beetje makkelijk om Shinies te krijgen. Alleen er valt nog steeds genoeg te verbeteren. Dus Game Freak en Nintendo, sla de handen in één en werk samen aan generatie 10 alsjeblieft. Nummer 2. Metroid Prime Remastered. The iconic adventure returns with enhanced visuals on the Nintendo Switch system. Wat moet ik hierover zeggen? Ik heb hier zo lang op gewacht. Het is natuurlijk geen trilogie. We hadden misschien wel gehoopt dat Metroid Prime 2 en 3 nu zo langzamerhand ook wel op de Nintendo Switch waren. Maar Metroid Prime 1 is de beste Metroid Prime. Het mooie aan deze game is dat iedereen eruit kan halen wat ze willen. Hou jij van schieten? Dan lees je gewoon lekker niks. Knal je gewoon alle planeten door en dan is dat je ding. Wil je weten wat er allemaal gebeurd is in Metroid Prime? Dan kan je alles lezen. Overal liggen feitjes om te scannen. En ook wezens om te scannen. En dan leer je meer over wie die wezens zijn, waar ze vandaan komen. En wie er op alle planeten hebben geleefd en waarom ze daar waren. Daarnaast moet je overal allerlei dingen verzamelen om verder te komen in de gebieden. En deze mix van gameplay elementen maakt Metroid Prime een van de beste Nintendo games die er ooit is gemaakt. Op de Nintendo Switch ziet hij er een stuk beter uit dan vroeger op de GameCube. En toen ik dit vroeger op de GameCube speelde, vond ik dit al fantastisch. Het wachten is nu op Metroid Prime 4. Ik ben benieuwd of die nog op de Nintendo Switch komt of op een volgende console. En dan is het bijna tijd voor de nummer 1 van het zesde jaar van de Nintendo Switch. Maar eerst gaan we nog even naar de games die het net niet hebben gehaald. Bugsnax. Dit was een launch game voor de PlayStation 5 en is nu eindelijk ook op de Nintendo Switch. En als je van verzamelen houdt, als je van Pokémon games houdt, dan is Bugsnax misschien ook wel je ding. Ik vond hem in ieder geval superleuk. Triangle Strategy. Deze is van dezelfde maker zoals Octopath Traveler 1 en 2 en heeft dezelfde artstijl. Alleen is Triangle Strategy wel iets meer strategisch en daar ben ik zelf net iets minder van. Bayonetta 3. Onwijs gruwelijke franchise die heel veel mensen heel vet vinden, maar persoonlijk niet echt mijn ding. It Takes Two. Misschien wel de allerbeste co-op game die ik de afgelopen jaren heb gespeeld. Ik wil hier eigenlijk gewoon niks over zeggen. Als jij deze game niet kent, dan moet je hem ooit een keer gaan spelen. Let wel op, deze game kan je alleen met z'n tweeën spelen. Dus niet alleen. Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection. Ja, ik heb deze oude Teenage Mutant Ninja Turtles games heel veel gespeeld op de Nintendo 8-bit, op
de Super Nintendo en nu is alles in een collectie. Fantastisch! Nummer 1. Mario plus Rabbids, Sparks of Hope. Mario plus Rabbids, Sparks of Hope takes place in a whimsical galaxy. The result of the merge of Mario and Rabbids universes. Wie had dat ooit verdacht dat de Rabbids een nummer 1 plek zouden verdienen in een top 10 over Nintendo? Maar Mario plus Rabbids Sparks of Hope heeft het gewoon geflikt. Ik keek onwijs uit naar deel 2 omdat ik het eerste deel al echt fantastisch vond. En ja, het gebeurt niet vaak, maar ik vond deel 2 misschien nog wel beter dan deel 1. Vaak heb je dat na een fantastisch deel 1 het tweede deel tegenvalt. Maar dat was nu alles behalve. De toevoeging van Rabbit Rosalina en het spelen met Bowser was heel erg nice. En ook was daar opeens Edge met wie je kon spelen. Ja, dat was een soort van super konijn met een zwaard. En omdat je nu vrij kon bewegen door alle omgevingen, ook als je moest vechten, had je veel meer vrijheid dan in deel 1. En dat was een hele goede keuze. Daarnaast vond ik het heel leuk dat Rosalina en haar Sparks zo'n prominent aandeel hadden in het verhaal en de gameplay. Door middel van de Sparks goed in te zetten, had je allerlei leuke superkrachten die je in jouw beurten kon gebruiken. En daardoor had ik ook het gevoel dat iedereen eigenlijk wel waardevol was op zijn eigen manier tegen bepaalde tegenstanders. Mario plus Rabbids Sparks of Hope was mijn nummer 1. Wat is jouw nummer 1? En nummer 2? En nummer 3? Laat het weten in de reacties. Doe een duimpje omhoog als je van Nintendo houdt. En vergeet dan zeker ook niet te abonneren. Dan zie ik je weer bij de volgende video. Mazzel!